Mijn naam is Jelle Niemans-Verdriet. Ik ben de National Security Officer van Microsoft. En bij mij zijn Kimberly en Paul van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Kimberly, zou jij even willen introduceren? Nou, ik ben Kimberly Hengst. Ik ben inhoudelijk adviseur cybersecurity bij het NCSC. Dat betekent dat mijn team, wij maken de kennisproducten van het NCSC, waaronder dus ook de handreiking cybersecurity maatregelen. Dankjewel. Paul. Ik ben Paul Vankam. Ik ben senior security specialist bij het NCSC. Ik werk bij het team IRON van de unit operatie. En IRON staat voor incident respons en technisch onderzoek. Dus wij houden ons bezig met de meer technisch inhoudelijke aspecten van cybersecurity en proberen organisaties te helpen als ze in problemen raken. Dankjewel. Voor wat nader ingaan op de basismaatregelen, is eigenlijk altijd één plaatje wat ik bij dit soort voorbeelden standaard laat zien, wat jullie nu ook op het scherm kunnen bekijken. Wat je daar eigenlijk ziet, is dat een incident, zo'n krantenkop waar we tegenwoordig zoveel over lezen, dat je die eigenlijk in kleine stukjes zou kunnen knippen. Het is niet zo dat die stereotype hacker met een zwarte hoodie 10 seconden lang heel hard op het scherm zit te typen en iets roept van I've breached their firewall. En dan is 10 seconden later ineens je data weg. Nee, je ziet dat een incident uit zo'n aaneenschakeling van stapjes ontstaat. En dat die stapjes, die individuele bouwblokjes, dat vaak ook hele best wel gewone dingen zijn. Dat kan zoiets simpels zijn als een phishing mailtje waarmee iemand op het eerste systeem probeert binnen te komen. Dat is denk ik altijd goed om even in het achterhoofd te houden. Dat zelfs een hele geavanceerde aanval vaak ook best wel, misschien wel basale bouwblokjes bestaat. En dat het daarom dus ook zo goed is om te snappen hoe je met effectieve maatregelen kan proberen om zo'n keten van bouwblokjes, om die op tijd door te breken en hopelijk op tijd tegen te houden voordat je echt zo'n krantenkop wordt. Nee, dus dat is altijd een belangrijke manier van over incidenten denken die wat mij betreft essentieel is om goed te snappen wat je daar nou tegen kan doen. Misschien goed om nog wel heel even te noemen, een heel mooi ondersteunende bron die je daarbij kan gebruiken is het zogenaamde Attack Framework van MITRE, een Amerikaanse standaarde research organisatie. En wat zij eigenlijk gedaan hebben is in dat framework voor al die fase die je kan onderscheiden in zo'n incident, beschrijven wat de verschillende mogelijke methoden zijn die daarbij gebruikt kunnen worden. Dus eigenlijk een hele goede manier om een soort compleet overzicht te hebben van wat kan er nou gebeuren in al die verschillende fasen. En om dan natuurlijk vervolgens, als je je verdedigende pet opzet, na te denken van heb ik genoeg dekking in al die fasen? Of zitten er misschien nog grijze vlekken waar een aanvaller als het ware tussendoor zou kunnen wandelen? Dus nu heb ik het een beetje, misschien is er een soort eerste basisbegrip van hoe incidenten nou kunnen ontstaan. Mij betreft een goed moment om een sprongetje te maken naar de basismaatregelen van het NCSC. Kimberly, jij bent natuurlijk de auteur hiervan. Wat is precies die handreiking basismaatregelen? Nou, de handreiking cybersecurity maatregelen dat bevat 8 maatregelen waarvan wij als NCSC zeggen van dit zijn echt essentiële maatregelen. Wij verwachten dan ook dat elke organisatie deze maatregelen ook echt heeft geïmplementeerd. Hij is gebaseerd op dreigingen die we zien in het cybersecurity beeld Nederland. Dat is een product van de NCTV. En daar worden vaak dreigingen beschreven als ransomware, als phishing, als DDoS aanvallen. En deze maatregelen die sluiten daarop aan. Dus wij verwachten dat organisaties dat hun eigen risicoanalyse doen. Maar risicoanalyses die duren lang, zeg maar. Die zijn tijdsintensief. Daar moet je best wel even weten wat je doet voordat daar gewoon een goed resultaat uitkomt. En dat is waarmee organisaties bepalen welke maatregelen voor hun organisatie relevant zijn. Nou, we hebben dan gezegd, deze maatregelen, daarvan is het voorstelbaar dat die uit elke risicoanalyse komen zetten. En die hebben we dus overzichtelijk op een rijtje gezet met dit is de basis en dit is wat we willen dat je doet. In ieder geval. Ja. Je zegt eigenlijk inderdaad, dit is eigenlijk voor iedereen relevant. Groot, klein, En als je nou kijkt van wie heeft dan de verantwoordelijkheid om dit eigenlijk te implementeren, om ervoor te zorgen dat deze maatregelen echt uitgevoerd worden? Nou, deze handreiking gaat voor een groot deel ook in op organisatorische embedding. Want de maatregelen moeten natuurlijk ook gewoon geïmplementeerd worden. En de eindverantwoordelijkheid voor het implementeren van dit soort maatregelen ligt altijd bij het bestuur.
Het is de bestuursvoorzitter, het is de directeur, het is de secretaris-generaal die uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor de cybersecurity van de organisatie. Ja. De CISO, daarbij zeggen we ook, CISO is adviserend, dus die is ter ondersteuning. En de lijnmanagers die hebben de verantwoordelijkheid voor hun eigen IT-systemen of OT-systemen, maar die zijn daarvoor verantwoordelijk. Maar de eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij het bestuur. Ja. Dus echt inderdaad, het is zo'n essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering dat dat chefzaggen is, zoals we dan tegenwoordig eigenlijk altijd zeggen. Ja. Paul, jij hebt vanuit je incident response ervaring denk ik een heel mooi of goed perspectief van ja, wat nou als het misgaat. Wat zie jij nou op dit moment als een van de grootste type bedreigingen als je naar incidenten kijkt? Een van de dingen die op dit moment heel veel voorkomt is ransomware aanvallen. Ransomware is echt iets wat heel veel organisaties raakt. Klein en groot, volwassen en net beginnend als het gaat over security. Dat is eigenlijk een type incident wat heel naar kan zijn, omdat je daar heel veel impact van kan ondervinden. Je kan als bedrijf helemaal stil komen te liggen omdat al je services gekaapt zijn en je geen toegang meer hebt tot je gegevens. Ja. Ja, dus een hele, hele zichtbare manier van aanvallen inderdaad. En als je dan vanuit die kant kijkt, want Kimberly gaf al aan, eigenlijk zijn deze maatregelen allemaal voor iedereen relevant. Als je dan toch zou moeten kiezen, kun je er één of twee uitlichten waarvan je zegt, nou begin daar nou mee. Twee maatregelen die ik denk wel heel veel verschil maken zijn in de eerste plaats multifactor authentication, twee-factor authenticatie. En in de tweede plaats backup. De multifactor authenticatie, omdat je ziet dat in heel veel gevallen aanvallers toch gebruik maken van wachtwoorden die ze gestolen hebben op een andere plek. Ja. En als mensen wachtwoorden hergebruiken of eenvoudige wachtwoorden kiezen, dan is hun gebruikersnaam een wachtwoord. Is makkelijk om op in te breken. Dat is makkelijk om te achterhalen. En als je daarnaast, naast je gebruikersnaam en je wachtwoord, nog iets anders moet doen om toegang te verkrijgen. Dus een code invullen of een vingerafdruk of een tweede factor naast je aanmelding, dan maakt het dat veel lastiger voor aanvallers om misbruik te maken van het gebruikersnaam wachtwoord. Je moet altijd nog een tweede stap nemen, dus dat betekent dat, ook al is het wachtwoord bekend, er dan toch nog geen toegang tot een systeem of informatie verkregen kan worden. Dus dat is een ding wat heel veel verschil maakt. Je moet het eigenlijk zien als, zeg maar, de inbreker breekt altijd in op de plek waar het makkelijkst toegang te verkrijgen is. Dus als jij een beter slot hebt dan je buurman, dan zal een inbreker eerder naar je buurman gaan dan bij jou terechtkomen. Dus een tweede slot helpt. En backup, ja, dat mag denk ik evident zijn dat als je dan toch op de een of andere manier je data kwijtraakt, dat essentieel is om dan via je backup je data weer terug te krijgen. En dat klinkt misschien wat makkelijker dan het daadwerkelijk is in de praktijk. Want het is natuurlijk zo dat iedereen backups maakt, maar het echt testen van je backup en het zodanig testen dat je je systeem kan herstellen of je hele bestandsvolume of misschien wel je hele omgeving kan herstellen, dat maakt het wat lastiger dan een afzonderlijk bestandje kunnen terughalen. Want op het moment dat je dat soort testen doet, kom je er pas achter dat het misschien toch wat langer duurde dan je in eerste instantie dacht. Of je misschien je systeem anders moet inrichten. Dus het is niet alleen een kwestie van je backup maken, maar ook je backup testen. Ja, nee, dat is, ik denk, een heel herkenbaar voorbeeld voor iedereen die wel eens midden in zo'n incident gezeten heeft. Dat je inderdaad één laptop terugzetten is geen enkel probleem, maar dan blijkt het toch lastiger te zijn om dat op schaal of op de juiste snelheid te doen. En je wil dat misschien liever van tevoren in de rust, als je een plan aan het maken bent, kunnen doordenken dan wanneer je midden in zo'n crisissituatie zit. En anders ga je er doorheen, maar dat duurt het veel langer dan nodig is. Als je het optimaliseert. Ja. En Kimberly, eigenlijk schetst Paul dat al wel een beetje. Van het zijn aan de ene kant, noemen we natuurlijk basismaatregelen of maatregelen die iedereen zou moeten doen. Er zit natuurlijk eigenlijk een beetje een soort verschil haast van, nou, als het dan zo bazaal en belangrijk is, waarom doet nou niet iedereen dat? Wat voor uitdagingen komen jullie nou tegen bij het invoeren hiervan? Ja, elke organisatie is anders. Dus ook de redenen waarom bepaalde keuzes wel of niet worden gemaakt, zijn dan ook anders. Wat we vaak zien is dat of organisaties niet goed weten waar ze moeten beginnen. Dat ze cybersecurity gewoon als een enorme berg zien, waarbij ze gewoon niet weten wat een mooi startpunt is of hoe ze dat aanpakken. Dus je ziet ook vaak dat gebrek aan kennis, dat echt wel een probleem is. Of het is een gebrek aan tijd, aan geld. Dat ze de capaciteit niet beschikbaar hebben om er goed mee bezig te gaan.
Dus er zijn allemaal hele verschillende redenen waarom organisaties, waarom die het... waarom ze het of nog niet doen of andere keuzes maken. En zoals ik net al zei, risicoanalyse maken, dat is echt tijdsrovend. Dat kost heel veel moeite, heel veel capaciteit ook. Maar ja, aanvallers zitten niet te wachten totdat jij klaar bent met je risicoanalyse. Nee. Dus daarom ook dit product. Van begin dan in ieder geval hier. Dus ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken. Nou, ik vind het heel herkenbaar eigenlijk wat je schetst. En kan het productenhandreiking ook juist heel goed in vinden. We hebben vanuit Microsoft ons Digital Defense rapport, waarbij we eigenlijk elk jaar beschrijven wat de verschillende security teams bij ons allemaal tegenkomen. En dat zijn deels de response teams, maar ook mensen die werken om onze producten veilig te maken. En ja, wat we daar eigenlijk zien, dus ik vind daar één heel treffende grafiek die in dat rapport zit, waarin je eigenlijk ziet dat je met een vijftal eigenlijk groepen van fundamentele maatregelen je 98% van het type incidenten wat we tegenkomen zou kunnen voorkomen. Dus ja, eigenlijk een hele effectieve manier, en dat denk ik precies in lijn en ook met heel veel overlap met de handreiking. Dat je dus inderdaad door je op die basale dingen te focussen, je zo effectief kan zijn. Maar ik denk dat we in ons vakgebied soms wel eens een beetje de neiging hebben om ons dan op die kleine staartjes van die grafiek te richten. Alles waar het een beetje spannend is, wat nieuw is. En daar dat fundament haast een beetje lijken te vergeten. En ja, daarmee dus alsnog soms in grote problemen komen. Nee, dus een van de andere dingen die we heel erg proberen is om de schaalbaarheid van clouddiensten ook hiervoor in te zetten. Dus als bijvoorbeeld, zoals recent gebeurde, onze response teams bezig zijn om de overheid in Oekraïne te ondersteunen bij de aanvallen die daar plaatsvinden. Dan is er ondertussen een ander team bezig om te zorgen dat die inzichten meteen gebruikt worden om onze platformen veilig te maken. En ja, profiteer je dus eigenlijk zelfs als je misschien wel een hele kleine organisatie bent die misschien niet eens een eigen IT of security afdeling heeft. Dat je toch eigenlijk onder de motorkap al goed beschermd bent tegen zelfs dit soort aanvallen die door landen uitgevoerd worden. Maar goed, laten we wel benadrukken, technologie is zeker niet zaligmakend. Ook bij zo'n cloudomgeving moet je dan vervolgens natuurlijk goed nadenken hoe je dat inricht, wat voor keuzes je daar weer bij maakt. Dus ik denk ook wel goed om te benadrukken dat juist security, ik denk bij uitstek een discipline is die een wisselwerking is tussen de techniek en de meer menselijke en organisatorische kant. Ja, zeker, zeker. Dus inderdaad, eigenlijk is informatiebeveiliging altijd een samengaan van mensen, handelen, processen en techniek. En op al die drie aspecten moet je zorgen dat je voorbereid bent om een incident te kunnen hanteren. Als je kijkt naar een incident wat je treft, dan heb je ook een incident responscyclus die daar een stukje plan en ondersteuning in geeft. En het is heel belangrijk in zo'n situatie, als je getroffen wordt, dat je planmatig te werk blijft gaan. En dat je de juiste mensen betrekt die nodig zijn om te helpen bij de aanpak. En dat zijn nooit alleen maar mensen die technisch bezig zijn. Maar als je geraakt wordt door een ransomware aanval, waar we het net al over hadden. Ja, op het moment dat je grootschalig getroffen wordt, dan is het wel heel erg belangrijk als er iemand vanuit de business, als er een business owner of een CEO of besluiten kan nemen over, dit is het belangrijkste om eerst te doen. Dit systeem moeten we nu herstellen. Dat systeem kan wel even blijven liggen, want dat hebben we minder vaak nodig of is minder dringend. Als er dan ransomware, als je getroffen wordt en er wordt een eis gesteld voor losgeld, ja, hoe ga je daar als organisatie mee om? Ja, dan wil je misschien wel dat de juridische afdeling ook aangehaakt is om daar wat over te kunnen vinden. Nou, communicatie is natuurlijk is ook helder dat altijd belangrijk is, want jij bent geraakt als organisatie, maar hoe zit het met je medewerkers? Hoe zit het met je klanten? Hoe zit het met je leveranciers? Je zit als organisatie vaak in een keten waarin je samenwerkt. En het is wel belangrijk dat zo'n ketenpartner weet wat er aan de hand is. Wanneer die kan verwachten dat je weer wel een normale staat van dienst bereikt. Hoe lang het gaat duren. Hoe de volgende communicatie gaat verlopen. Dus het is altijd een samenspel tussen verschillende stakeholders in je organisatie om een incident effectief aan te pakken. Helder. En dus inderdaad bij uitstek niet alleen een feestje is misschien niet het goede woord, maar niet alleen een IT en security belang. Maar zeker juist, ook nodig, maar allebei. Ja. We beginnen al richting de tijd te komen om te gaan afronden.
Kimberly, zou jij nog een laatste gedachte aan onze kijkers willen meegeven? Een laatste tip? Ja, ga er mee aan de slag. Zorg dat je in ieder geval de basis op orde hebt. Cybersecurity, het is niet iets waar je ooit klaar mee gaat zijn. Het is een continu proces, maar zorg dat je in ieder geval deze basis op orde hebt. Want dan voorkom je al zoveel ellende. Dat is gewoon het belangrijkste. En als je dit al hebt gedaan, het NCC heeft nog heel veel meer producten waar je vervolgens mee aan de slag kan gaan. Denk aan post-quantum cryptografie. We hebben heel veel producten liggen die kunnen helpen in vervolgstappen. Dus ga er gewoon mee aan de slag. Mooi. Paul? Wat mij betreft, wat belangrijk is om te kijken, is wees voorbereid. Kijk wat je kan overkomen en probeer daarop te anticiperen. Een van de producten die we onlangs hebben uitgebracht als NCC is een incident responsplan tegen ransomware. Dus nog even bij het onderwerp blijven. Ja. Je kan van allerlei dingen doen in je voorbereiding om te bedenken wat kan ik doen dat mocht ransomware me raken, ik toch effectiever kan optreden. En als je al bedacht hebt wie je dan erbij moet trekken of wat je kan doen om je data te herstellen en dat op een effectieve manier kan doen, ja, dat betekent dat op het moment dat u daar is, dat je dan sneller en effectiever weer over de ellende heen stapt. Ja, beter om inderdaad in de relatieve rust te gaan oefenen dan wanneer je op zo'n cliché vrijdagavond ineens moet gaan bedenken van waar zijn eigenlijk de contactgegevens. En, ja. En dan kom je er ook achter en dan kom je er ook uit. Maar ja. Onder druk lukt er eigenlijk altijd ook wel weer veel, maar is het toch een stuk stressvoller inderdaad. Ja. Dankjewel. Nou, wat mij betreft daar nog aan toe te voegen om, vooral ook, want we hebben natuurlijk nu een klein tipje van de sluier opgelicht van de maatregelen in de handreiking. Om met name ook de rest van de reeks van podcasts die we uitbrengen rond dit thema, om die te beluisteren. Want daar gaan we juist nog wat meer in detail in op hoe je een aantal van deze maatregelen technisch kunt invoeren. En ook wat andere uitdagingen zijn bij het concreet invoeren van deze maatregelen. Dus net nog weer wat meer praktisch detail dan we hier in deze introducerende uitzending konden behandelen.